Hallo, goedemorgen. Het is vandaag maandag en ik ga vandaag weer naar de opvang. Ik ga vandaag tegen iedereen vertellen op school dat... Ze wilde er helemaal haar vlecht weer in met de linten, ja. Zodat het nog een beetje een feestverrassing is. Hè? Ja, en hier is het ook. Kijk, ik heb elastiekjes nog van roze en blauw. Hallo, good morning. Nou, het is dus maandag vandaag. En ik ga vandaag weer een zwangerschapsupdate doen. En misschien hebben jullie wel gezien dat we afgelopen zaterdag de gender reveal hebben opgenomen en laten zien. En op het moment dat deze vlog online komt, is die dus afgelopen zaterdag ook online gekomen. Mocht je hem hebben gemist, zet ik hem even in het i'tje hierboven. Zoals jullie misschien ook hebben gezien, in de gender reveal was het echt een verrassing voor mij. Terwijl ik gewoon heel vaak heb gezegd, ik denk dat het een jongen wordt. Maar toch was het gewoon echt een verrassing. Want ik heb namelijk bij Yola destijds ook heel vaak gezegd, ik denk dat het een jongen wordt. En toen werd het ook een meisje. Dus misschien dat ik toch onbewust al een soort van mezelf had voorbereid op dat het eigenlijk altijd iets anders is dan wat ik denk. Geen idee of dat het is. Maar ik ben verrast. En voor mij was alles goed geweest, voor ons allemaal trouwens. Dus dat maakt niet uit. Maar het is super leuk. Het enige wat ik wel moeilijk vind is de naam. Ja. Dus, nou, ik ga zo weer even een update doen. Ik ga even verder ontbijten met Yola. En zie ik jullie zo. I've got a story I'm waiting to tell you. En deze week laat ik even niet zien het boekje zelf, want ik heb er een paar namen opgeschreven die wij in gedachten hebben. Althans, ik heb de namen opgeschreven van het meisje die nu helaas afvalt, die ik echt al helemaal vast in mijn hoofd had. En ik heb de namen opgeschreven van wat we nu hebben, maar dat is maar één jongensnaam nog. Of twee eigenlijk, maar die andere is eigenlijk al, valt eigenlijk ook al een beetje af. Dus... ja, dat houden we nog even geheim. Maar ik ga even voorlezen wat erin staat. Je baby groeit nu gemiddeld 2 centimeter per week en is nu 18 centimeter, weegt 150 gram. Tot nu toe was de baarmoeder groot genoeg, maar nu vult je baby de holte helemaal op en drukt tegen de baarmoederwand aan wanneer hij zich afzet. Rond deze tijd kun je ook veel vocht gaan vasthouden. Oh, er staat trouwens, kun je wat vocht gaan vasthouden? Dat merk je vooral aan je handen en voeten. Trouwens, aan mijn handen voelde ik het wel al vaker. Dan, ja, ik weet niet. Het voelt een beetje irritant gewoon. Probeer zoveel mogelijk met je benen omhoog te zitten en lang staan en lopen te vermijden. Drink veel water en eet zo min mogelijk zout. Ja, en ik heb dit weekend nou net heel veel kaas gegeten en gisteravond patat. Oeps. Dus dat moet ik even gaan inwerken, want ik wil er wel echt op gaan letten... Vorige keer met Yola, weten jullie waarschijnlijk wel, 30 kilo aangekomen. Maar daarvan was echt heel veel vocht. Dus dat wil ik echt proberen te voorkomen. Oké, okay, ik ga even wegen weer en mijn buik laten zien. Tada! Even het vest uit. Oh jee, dit keer ben ik dus echt een kilo zwaarder dan vorige week. Ik zit nu dus op week 17. Dat betekent, ja... dat ik wel weer richting die 30 of over de 30 ga. Nee, dat kan niet. Ik ga het echt beter in de gaten houden. We hebben trouwens ook de eerste uitzet dingetjes voor de baby. Iets heel cools, namelijk deze. Een cameraatje. Die komt in de babykamer te staan. En hij ziet er zo leuk uit. Eindelijk wat dingetjes. Hey, kuifje. Net gedoet, ja. Priester staat open, schat. Ja. Kost 1 minuut, 1 euro per minuut. Dat staat te verlof. Nou in. Goeie. Dit is gezeur van je. Gaat hij er toch uitknippen. Ik zie allemaal strepen in mijn gezicht. Ja, dat zag ik ook in mijn gezicht. Ik doe hem van de zon. Het werkt gewoon niet vandaag. Ik heb ook strepen in mijn gezicht van de zon. Wel, ja, omdat je steeds onder de zonnebank gaat. Ja, met de zon dus. Ja. Het is gewoon, ik heb net even gecheckt op mijn telefoon, 23 graden nu hier. En nee, niet binnen. Gewoon echt buiten. 23 graden. Het is gewoon heerlijk. Oh.
goed, eerst maar even verder mijn dingen afmaken. Helaas. Normaal zou ik gewoon denken, nou ach, laat die computer ding eventjes. We gaan gewoon lekker genieten van het weer. Maar Jola is ook naar de opvang vandaag na school. Dus het heeft toch niet zoveel zin. Als ik van het weer ga genieten, doe ik dat liever met haar. En de dagen dat zij op de opvang is, dat zijn 2 dagen in de week, wil ik echt vol stoppen met werk. Want ja, ik vind gewoon de dagen dat je kind, ondanks dat ze er zelf heel graag naartoe wilt, naar opvang gaat, moet je natuurlijk wel volledige werkuren maken. Dus ik ga verder. Van mij mag het wel elke dag zo'n herfstdag zijn als deze. Heerlijk! Het is zo soft, dat weer. Dat je helemaal ontspannen bent of zo. Dat zullen jullie vast wel herkennen. Heerlijk. Ik ben blij dat zij in ieder geval wel buiten hebben kunnen spelen. Ik moest de hele dag binnen zitten vandaag. Dat is toch ook niet eerlijk. Boodschappen van vandaag. Volkoren brood, avocado's, nieuwe appelstroop. De ingrediënten voor het avondeten. Druifjes. En dat was het. Tja, en rijst heb ik vast klaargezet. Ja, dat zei ik al. En ik ga maken Thaise groene curry met rijst. Nog niet, want die was voor zijn werk vandaag op een presentatie en daarna hadden ze nog een borrel, maar hij is nu onderweg naar huis. Hebben we appelmoes om het af te koelen ook? Nu nog even niet. Volgens mij niet. This girl is on fire. Je hebt nog water, hè? Huh? Mama! Wil jij die kan vullen en hier neerzetten? Staat in het hoekje van de keuken. Kunnen we hem wel gebruiken, dat extra water. Ja. Maar het is wel goed voor je, een beetje pittig. Ja, nog. Kijk, zoiets zou wel mooi zijn. Voor boven op de vloer. Weet je, een grijsachtig laminaat. Lijkt me echt heel mooi. Nog eens in de aanbieding. Ja jongens, over een maandje ga ik jullie meenemen in onze hele verbouwing in huis. Waar ik super veel zin in heb. Het is ook heel erg leuk voor jullie om te zien, aangezien wij dramatische klussers zijn. Bart denkt wel dat hij een hele goede klusser is, toch? Langzamer vooral. Ja, dat ook. Bart is weer thuis. Proost. Proost, eet smakelijk. Water zou je nodig hebben waarschijnlijk. Ik hoor het van jou dat het heel pittig is. Nee, zuur. Ik hou al van pittig. Ja, zo is dat het zuur. Oké, ik ga Jola in bed leggen en naar yoga. Ik heb net al gesport. Ja, nog niet. Yoga gaat echt nog steeds heel erg goed. Ik doe dus Club Joy Yoga, dus dat betekent dat ik ook echt best wel wat krachtdingetjes tussendoor doe. Maar het gaat echt super goed en elke keer wanneer ik in de sportschool ben, de laatste tijd, voel ik gewoon echt dat ik wat meer energie heb en heb ik ook weer wat vaker dat ik denk van waarom ga ik niet weer wat vaker gewoon lekker cardio en zo. Dus ja, ik denk dat het er wel weer wat meer aan gaat komen. En dat ik wel echt het gevoel heb dat ik in een nieuwe fase kom van zwangerschap. Waarbij ik gewoon echt weer wat meer actieve dingen kan gaan doen. Voor zover dat dat lukt. En gewoon wel in de gaten hou dat ik niet te veel doe en spierpijn krijg en zo. Want daar heb ik echt geen zin in. Nee, gewoon lekker cardio yoga. Af en toe wat krachtoefeningen kan ik wel doen, maar gewoon heel licht gewicht. En ja, niet mijn gewrichten en spieren en pezen en soort weet ik veel allemaal belasten. Dus dat. Dankjewel voor het kijken. Abonneer als je dat nog niet bent. Zou ik heel cool vinden. En tot later!